En hoe is Brussel zelf de dag doorgekomen? Het was al zo'n moeilijke week met Molenbeek dat tot in de verste uithoeken van de wereld de stempel van jihad-hoofdstad opgeplakt kreeg. En dan komt daar nog een verhoogd dreigingsniveau bij, niveau 4 dus. En raadt zelfs de Nederlandse overheid zijn burgers af om naar hier te komen. Onze reporter Thomas de Grave heeft Brussel doorkruist vandaag met Montasser Aldemee, expert als het over moslimterrorisme gaat. Zo ziet Brussel eruit bij terreurdreigingsniveau 4. Het lijkt een belegerde stad. We rijden erdoor met Montasser Aldemee, zelf inwoner van Molenbeek en jihad-specialist. Ik denk dat het contraproductief is. Ja? Ja. Waarom? Omdat jongeren zich afvragen waarom dat er veel politie op straat loopt. Jongeren vragen zich af waarom dat wijken zijn afgesloten. Jongeren vragen zich af waarom dat de winkels zijn gesloten. En dan, ja, is er één antwoord, hè. Islamitische staat. Gewoon IS vermelden is al genoeg om weer een aantrekkingsfactor te hebben. Ik denk het wel, ja. Ze gaan zien van, wow, jongeren die nog twijfelden aan IS, die gaan nu zeggen van, ja, maar die IS hebben toch de wereld zot gemaakt. Winkels sloten de deuren vandaag, geen metro's in de hoofdstad en mensen vermeden duidelijk de populaire plekken. Totaal anders vandaag. Normaal gezien kom ik hier zaterdag te drinken. Er zijn geen mensen. Kijk, leeg. Er zit niemand op café. Leeg. 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 De tafels zijn zelfs weggehaald. Alles is gesloten eigenlijk. Mensen toch. Daar ook, kijk, alles is gesloten. En daar, soldaten. Die soldaten wil ik gewoon niet zien. Ik wil hier mensen zien die aan het lachen zijn. Als je dit nu ziet, zo weinig volk op straat, al die militairen, zelfs al komt er geen aanslag, denk je dat de sympathisanten van IS dit toch als een overwinning zien vandaag? Natuurlijk. De gelukkigste dag van hun leven. Om ons bang te maken en om de maatschappij te polariseren. Voilà. Dat is natuurlijk wat ze willen. Hè. Denk je dat we hier nog vaker mee geconfronteerd gaan worden? Ik denk het wel. Zolang dat IS in Syrië actief is en in Irak en in andere landen, en zolang dat er jongeren sympathiseren met IS, jongeren terugkeren, gaan we zo'n situatie misschien wel vaak zien. Ja.